Welkom bij Op de Hoogte, het programma waar we je een kijkje in de keuken geven bij de meest gastvrije familie van Nederland in Hotel Tiel. Vandaag blikken we terug met Elfie van der Valk op de afgelopen 3 jaar. Want er is veel gebeurd in en rondom het hotel, vanwege de intense verbouwing. Was het een zware bevalling? Ja, achteraf nooit, hè? Achteraf valt alles mee. We hebben wel wat hobbels gehad. Wat eigenlijk meeviel was de kamers. Die gingen heel snel natuurlijk voortvarend open in de toren. Dat ging heel goed. Wat tegenviel is toch wel dat je oud en nieuw aan elkaar moet sluiten. En dat was niet oud en nieuw, maar hoog en laag, zoals we dat nu noemen. Dat moest in elkaar passen en dat moest overlopen. En dat is voor de brandweer en voor de gemeente en voor de operatie was dat best wel een lastige. Op de 16e etage is het paradepaardje gekomen, zonder meer iets om trots op te zijn. Ja, ik vind de Skybar, dat vind ik echt het mooiste wat we hier gemaakt hebben. De toren, als je aankomt rijden, vind ik prachtig. Die verandert altijd in de kleur van het weer. In de zomer is die heel mooi blauw en met wit. En in de winter dan neemt die ook weer een hele andere kleur aan. En dat hoor ik ook wel uit de Tielse mensen die hier komen. Dat die zeggen van ja, die toren is echt gewoon goed gelukt. Ik vind hem ook echt de mooiste valkzaak van ons allemaal. Daar mag ook wel trots op zijn. En de Skybar daarbij vind ik echt, dat uitzicht is fenomenaal. Over die A15, maar ook over de Hanzestad Tiel aan de Waal. Mooi, magnifiek mooi. En waar 13 jaar lang het restaurant bovenop was gebouwd, is nu weer in ere hersteld. Ja, ook dat is iets wat we gehoopt hadden dat ook zo mooi zou worden. We hebben natuurlijk na 13 jaar dat zwembad weer open gedaan. De vloer er weer af. Het restaurant is daar natuurlijk 13 jaar lang geweest. Ja, want hoe zat dat nou precies 13 jaar geleden? In maart 2002 hebben we dat in 3 weken tijd met alle medewerkers die er toen waren omgebouwd, zeg maar, naar een restaurant. Vloer eroverheen, over het bad. Dat was gestut, zeg maar, helemaal. Met palen eronder, vloer erop, dat het allemaal degelijk en solide was. Keuken hier gebouwd in het zwembad. Afwaskeuken gebouwd. Alles was natuurlijk overgeplaatst en hebben 13 jaar lang gedraaid. Was natuurlijk niet verwacht zo, maar goed, uiteindelijk wordt het dat wel. En dan gaat die vloer er weer af en dan wordt het allemaal weer zwembad zoals het was. En dat de populariteit van het hotel enorm toeneemt, merken ze ook bij de belangstelling voor live cooking op zaterdagavond en zondagmiddag. Voor een vast bedrag onbeperkt eten en drinken. Ja, we willen dat eigenlijk wel. Er zijn goede reacties op. We passen dat ook steeds aan het seizoen aan. En we willen dat uit gaan breiden. Dus dan hebben we op zondagmiddag eerst de brunch en dan op zondagavond weer live cooking. Vanaf maart zal er dus ook op zondagavond een live cooking buffet zijn. Meer informatie daarover in de volgende aflevering van Op de Hoogte. Waar we ook een kijkje gaan nemen bij het live cooking buffet. Maar er is ook op ander vlak veel veranderd in Hotel Tiel. Zo is er nu ook Valk Vitaal. Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb gelukkig goede ondersteuning van Suzanne van Pelt. Die draagt dat hele concept. Zij is onze conceptmanager en zij pakt dat heel voortvarend aan. Ik zeg altijd, Suus heeft de motor aan. Dus dat is altijd leuk om te zien dat zij zo progressief ontwikkelingen en stappen maakt daarin. En er is ook Van der Valk Care gekomen. Met aangepaste hotelkamers en faciliteiten voor hulpbehoevenden. Van der Valk Care is eigenlijk de opvang die we doen voor mensen die uit het ziekenhuis komen en nog niet naar huis kunnen. Dus of die moeten revalideren na een heupoperatie of iets dergelijks. Of die gewoon een dagbehandeling krijgen, zoals we nu dan ook gaan doen met pijnbestrijding. Zijn we nu stappen aan het maken om dat ook te realiseren. Vitaal, ja, ben ik wel heel trots op. Dat is wel iets nieuws, een nieuw concept binnen Van der Valk. Nieuwe doelgroep borgen we daarmee aan. Mensen die revalideren, die fit willen worden, die gezond willen blijven. Daarvoor hebben we diverse programma's zijn we aan het opzetten. Arrangementen met overnachting of zonder overnachting. Met 1 doel, inderdaad gezond zijn, gezond blijven en gezond worden. De toren staat. Bijna alles is af. En dat in 3 jaar tijd. 3 maart 2014. Ging de eerste paal de grond in. Hebben we toen met de wethouder Corrie van Ree gedraaid. Het was een prachtige dag. Schoonmoeder erbij. En de vlaggen in top voor de eerste paal. Een half jaar later was het hoogste punt bereikt. En dat was dan 6,
10 maanden later zijn we dan geopend. Nu zijn we weer 16 maanden verder en ietsje meer. En gaan we op 3-3 hopelijk de laatste steen leggen. En dan wil zeggen dat alle suites klaar zijn en dat eigenlijk de bouw eruit is. Dus 3 jaar na 3-3 zijn we klaar. Daar zijn we wel trots op. Dus daar willen we eigenlijk een leuke feest voor geven. We gaan niet een hele grote openingsparty geven, want die hebben we al een paar gehad voor Vitaal en voor de Skybar. Maar we willen eigenlijk een open dag gaan organiseren voor de Tielenaren. We zijn nog in volle voorbereiding hoe we het gaan inrichten en organiseren, maar we zullen te zijner tijd even terugkomen met een op de hoogte waarin we precies vertellen wat we gaan doen. En waarop iedereen welkom is.